Het smerige van dit alles, waar ik nu doorheen ga, is dat ik hier als kind al doorheen gegaan ben. Echt rituelen, initiation, echt hoe meer ik de dromen weer tot me aan het krijgen ben, realiseer bepaalde dromen die ik al heb gehad. En ik zeg dromen, maar het is echt het astrale, het spirituele. En nadat ik dus overal doorheen gegaan ben, die hele initiation heb gehad, hebben ze de blessings of de winst die bij wijze van spreken daar hoort, aan een ander kind gegeven. En dat kind, kinderen omruilen, en die is uiteindelijk, weet ik veel, het heeft toch blijkbaar iets te maken met de secret society. Dus de mensen die nu mij lastig vallen, dat kleine groepje wat alles en iedereen aan het beïnvloeden is, daarvan zit dus één iemand eigenlijk op mijn plek. Blijkbaar hebben ze gedaan alsof ze mij opgeofferd hebben of dat ik niet meer leefde. Maar ik ben er nog. Zijn hun aan het doen alsof hun ergens doorheen gegaan zijn, terwijl ik er doorheen ben gegaan. Alle spelletjes die ze nu met me aan het spelen zijn, van de evil eye tot het pesten, plagen. Als kind deed dat dus echt wel wat met me. Maar nu niet. Dus het is gewoon een herhaling. En de eerste keer handelde ik daar anders op. Nu is daar geen angst. Maar omdat ze dus vals gespeeld hebben, een heleboel gelogen, een heleboel gestolen, moet ik nu dus weggedrukt worden. En zijn ze gewoon met dezelfde tactieken, technieken, zelfde hekserij, zelfde demonisch gerommel, zijn ze me gewoon weer aan het lastigvallen. Waardoor eigenlijk de ritueel in initiation opnieuw aan het afspelen is. En uiteindelijk willen ze me dus opofferen. Maar deze secret society, er zitten politieagenten, er zitten mensen die sociaal of zorgwerk doen. Rechters, advocaten. Overheid. En families die hier al mee bezig zijn, die weten gewoon dat ik als kind hier doorheen ben gegaan. Ja, maar blijkbaar hebben ze er geld voor gekregen. Of zijn hun er gewoon financieel op vooruit gegaan. Niet de bedoeling dat ik zo op internet zou verschijnen. Zo via YouTube, de mensen met wie ik dan aan het spreken was, de streamyards en noem maar op. Dus toen echt gewoon mij buiten wouden uitschakelen, wegwerken. Maar ik ben doorgegaan op YouTube. Dus Shadow Banning eroverheen, op de blacklist. En zo hun community, hun organisatie, hun industrie. Waar eigenlijk dus gewoon mijn geboorterecht ligt. Eigenlijk ik dus al 30 plus jaar. 28. Eigenlijk daar al dus eigenlijk al in hoor. Eigenlijk ben ik al door die initiations heen gegaan. Eigenlijk heb ik de rituelen. Ik heb het al gewonnen. Maar daarna redden ze gewoon met hekserij, hersenspoeling, gaslighting, MK Ultra. Mij verstopt. Dus er zit echt gewoon iemand die doet alsof diegene er alles heen is gegaan waar ik doorheen ben gegaan. Alsof die een initiated is. Alsof die de lasten heb gehad. De ervaring heb gehad. Dus de inside job is een inside op een inside job. De mensen die gebruikt worden binnen die inside job, die worden voorgelogen. En diegene die dan doet alsof hij bijna mijn energie is. En zoveel afleiding creëren.
zoveel de aandacht weerleggen. Meerdere mensen aan het geld geven om met smerigheid bezig te zijn. Liegen en verhaaltjes verzinnen. Maar ook meer mensen aanzetten tot om over bepaalde onderwerpen te praten. Bepaalde woorden en zinnen in hun mond te nemen. Bezig te zijn waar ik mee bezig ben. En zelfs praten over de lasten waar ik doorheen ga. Hun allemaal niet doorheen gaan. Maar wel dus over aan het praten zijn. En uiteindelijk is die hele cult van hun, is dus steeds meer is er aan het licht aan het komen. En wie erbij betrokken zijn, wie erbij horen. Smerigheid. Echt smerigheid. Het is echt gewoon triest. Wat ik echt kan zien, de laatste 30 jaar van mijn leven is echt gestolen. De eerste 10 jaar van mijn leven zijn dus al die spelletjes bewust met me gespeeld. Echt toen al de hekserij. En gewoon weten, een heleboel weten, dat ik echt ben. Waar ik doorheen ga, ik echt doorheen ga. En niet willen dat ik hierover praat. Dat zelf valse reports, valse aangiftes, mijn eet en verzin het maar, tot de wet als wapen gebruiken. En manipulatie. Een heleboel illusies. Uiteindelijk gewoon mij uit willen schakelen, wat je echt gewoon poging tot moord kan noemen. Alleen maar omdat ze me niet kunnen vermoorden. Tegelijkertijd mij gewoon als een falling donkey gebruiken. Mijn overwinning willen. Mijn succes willen. En de aandacht die bij mij hoort en de blessings naar hunzelf toezuigen. Waar ze weer met een heel team mee bezig zijn. En vooral dat team wat dan om fake hangt om het echt te maken. Echt zelfs mensen zoeken die bepaalde skills hebben, bepaalde abilities hebben, hekserijen noem maar op, tarot readers en zo. Dus echt, iemand die dus al heel lang mijn leven leidde, maar het is allemaal fake, wil gewoon echt gewoon mij zijn. Is toch triest? Terwijl hun hebben helemaal niet de visioenen. Hun zijn helemaal niet door de initiaties heen gegaan. Dus ook niet de new levels, new devils. Hebben niet het pijn, het verdriet, de trauma's die ze aangericht zijn. En hebben daar dus ook niks van overwonnen. Zijn er niet sterker toch geworden. What doesn't kill you makes you stronger. En zelfs pijn zou je sterker van moeten worden. En door die pijn te krijgen, zou je dus ook de pijnen bij anderen kunnen zien. Ja, je bent er meer levend van aan het worden. Empathischer van aan het worden. Als je kiest voor het licht. Nou ja, als je kiest voor het donker, dan ga je met je pijn andere mensen pijn doen. Heb je verdriet, wil je andere mensen verdriet. En zie jij geen vooruitzichten, ben je anderen niks aan het gunnen. Het is gewoon niet de bedoeling dat ik officieel persoon bij wijze van spreken zou worden. Want anderen die willen dat hebben. Voor de aandacht, voor de fame, voor het geld. Mensen willen niet luisteren. En degene die luisteren helemaal niet om het te begrijpen. En er is niet een understanding aan het komen. Het is echt het... Niet eens zozeer alleen het linkeroor erin, het rechteroor eruit. Nee, ze laten wel iets hangen waar ze dus weer op kunnen spelen. Weer op kunnen liegen. Weer andere mensen betalen om een bepaald gedrag te vertonen. Bepaalde onderwerpen, bepaalde woorden en zinnen in hun mond te nemen. En mensen zijn echt niet zelf onderzoek aan het doen. Niet de boel aan het analyseren. Zijn goed gelovig. Zijn met vriendendienstjes bezig. Echt één grote conspiratie over mijn leven.
één grote purge over mijn leven heen. En niet zozeer dat alleen het voor mij vernietigen. Nee, gewoon zorgen dat dat van mij bij hun aan het kopen is. Daar waar eigenlijk alles als kind, 12, 13 jaar, al bij me had moeten zijn. Want het is echt van mijn 12e van mijn 7e tot mijn 13e jaar ongeveer, heeft het allemaal plaatsgevonden. En nu is hetzelfde zich opnieuw aan het herhalen. Een heleboel hebben echt gewoon een lack of support voor me. En een heleboel die willen doen alsof ze me aan het helpen zijn. Een heleboel die willen doen alsof ze vriendjes zijn. Sielsconnecties. Tot twin flames aan toe. Maar dat is allemaal bloedzuigers. Energievampieren. En hun die een opoffering hebben om hogerop in een bepaalde industrie of cult te komen. En hoe meer ik tegenstribbel. Gaan ze dat tegenstribbelen en de lasten aankaarten. En doen alsof ik slecht ben. Doen alsof het aan mij ligt. Dat echt gewoon. Copycat is één ding. Maar de dubbelganger. Dat gaat echt veel dieper. Iemand die in mijn huis woont. Van mijn erfenis aan het leven is. Gaat veel dieper. Maar blijkbaar wel copycat aan het betalen. Om voor een afleiding te creëren. En zo met die hele internetcult, scenario's, toneelwerk, goede tijden, slechte tijden, poppenkast. En gewoon omringd door een of andere secret society die allemaal mensen aan het gebruiken is. Van cyberpesters tot gangstalkers. En het is echt... het is laag EQ, het is heel erg negatief, het is bijna gehandicapt, het doet me. Mensen met verslavingen, mensen met een uitkering, die allemaal gierig zijn om te krijgen. Niet van plan zijn om er zelf voor te werken. De wereld haten, niet van plan zijn om te helen. Sowieso, niet leven met de Golden Rule Book. De ene zonde naar de andere zonde. Dus die mensen, die zijn heel erg makkelijk hierop bij te betrekken. En dan heb je ook nog de COVID-narcisten die met de masker oplopen. Die echt aan het doen zijn, hè. Weer, alsof ze aardig, lief, sociaal, behulpzaam. Maar echt niks van dat. Het liefst zouden ze me ontvoeren. Of gewoon vermoorden. Maar ze zien ook. De bescherming die is er wel. En daarom ook gewoon. Mij willen gebruiken. En dat ik wel de dingen zeg. En de dingen benoem. Waar hun weer van kunnen profiteren. Eigenlijk ben ik het werk aan het doen. Wat andere mensen horen te doen. Zeker hun die een eetje hebben afgelegd. Polities. Recherches. Maar het is gewoon... valse onderzoeken, zware fraude. Hetzelfde als mijn werkelijke identiteit voor me verborgen houden. En ondertussen is er een heleboel, is echt een cover-up. Zo'n Fidère is gewoon een cover-up voor waar ze werkelijk mee bezig zijn. Ja, dat willen mensen niet zien, maar ze zien ook niet wie er eigenlijk gewoon allemaal bij dat Fidère horen. Zo heb je ook hun die aan het knippen en plakken zijn. Maar meer weten, daar niet mee aan het knippen en plakken zijn. Dus ze zijn gewoon daders aan het beschermen. Fake echt aan het maken en echt lastig aan het vallen. Eén grote scam operatie is er bezig. Misschien heet die wel gewoon operatie COVID. En ze hadden een heel plan hoor, voorbedachte raden. Dit is echt georganiseerde misdaad. Waarbij ze echt zoveel mensen aan het gebruiken zijn. Een heleboel mensen die willen zich laten gebruiken. Daarmee is de awareness, die is zo groot. Dat mensen echt gewoon weten. Misbruik, verwaarlozing. Een heleboel gesteel.
verwarring creëren en illusies, wie er dan echt is en wie er nep is. En zelfs mij als slachtoffer, zodat ze weten hoe ze zichzelf als slachtoffer moeten gedragen. Wij laten gangstalken en dan zelf doen alsof ze gegangstalkt worden. En heel target van me maken en hun gaan dan doen alsof ze een target individual zijn. Maar die meelopers, die zijn het meest beschamend van allemaal. Dat zijn eigenlijk degenen die de copycat en de dubbelgangers aan het verraden zijn, aan het kleineren zijn. Laten zien hoe fake het is. Het gedrag wat bij bepaalde mensen vandaan komt, maar het is echt duidelijk. Er worden mensen betaald voor dit. Dit is echt satanisch. Dit heeft niks met God te maken. Dit heeft niks met verlichting te maken. Hun gaan allemaal niet door initiation heen. Nee, ze hebben door wie er doorheen gaat. En dan proberen ze te stelen. Zijn families geld aan het geven om het af te kopen. En families die creëren gewoon een zwart schaap van wat een golden child had kunnen zijn. Is. En dan is er zoveel verborgen, zoveel informatie wat geheim wordt gehouden. En wat sealed is, waar ik aan wat zou kunnen hebben. Maar het wordt gewoon tegen me gebruikt. Ze willen echt niet weten dat ik weet wie mijn ouders zijn. Dat ik weet waar mijn roots liggen. Want alleen, niet alleen spiritueel of fysiek, astrologisch, zou ik daar ook echt stappen mee kunnen zetten. En zou kunnen weten wat ik kan claimen, waar mijn geboorterecht ligt. Zoveel die in de gevangenis thuis horen, maar de daders worden beschermd door smerige corruptie en familie die de familiegeheimen hebben. Maar ja, het is echt al vanaf het begin is voor mij zo duidelijk waar mensen mee bezig zijn, hun smerige intenties. De veroordelingen waar ze mee bezig zijn, het liegen, het vals beeld schetsen, het acteerwerk. Want sommige is echt gewoon verkleedpartijtjes. Anderen die zijn tot de plastische chirurgie zijn ze bezig. En een heleboel die gewoon hun masker aan het vastlijmen zijn. Maar wanneer ze alleen zijn en niemand meekijkt, oh, dan zijn ze aan het roeren in ketels en met de black magic. Ondertussen zijn ze nog aan het spioneren en aan het hacken, alles in de gaten houden. Genoeg mensen die ze hier al naar alles nog steeds dachten, kijk of die bij Ian binnen kan komen. Die ik allemaal het af heb moeten wijzen. Die zijn te goed gelovig, te makkelijk, ergens in te tuinen. Maar ze zijn me ook als afleiding aan het gebruiken. En zo zijn ze mensen aan het scammen, mensen aan het chanteren, mensen die hun blijkbaar geld aan het geven zijn en die willen ze in de waan houden. Maar ze zijn regels aan het overtreden, zelfs binnen hun eigen groep. En dan ben je al door de rituelen en de initiation. Weten ze eigenlijk al dat ik die overwonnen heb, de baas ben, het gehaald heb, het klaar is. Gaan ze het gewoon weer opnieuw starten. En weer opnieuw starten. En weer opnieuw starten. En dit is al 4 jaar bezig. Terwijl eind 2021 was die eerste, die was wel klaar. Dus gewoon elk jaar weer. En ik weet van een heleboel hun zouden hier nooit doorheen gekomen zijn. Zouden dit nooit overwonnen hebben. En die zouden doorgedraaid zijn. Die hadden wel de disillusie op hunzelf gekregen. Waren wel de agressie. Hadden in de gevangenis gezeten. Hadden de boel opgegeven. Misschien wel zelfmoord gepleegd. Allang al de handdoek in de ring gegooid hebben. En alles waar ik dus doorheen gegaan ben als kind, kunnen hun niet eens doorheen gaan als volwassenen. Want ik ben bij mezelf gebleven. Als kind ook. Ik
Kunnen sommige mensen dachten, neurtje, maar ik kwam gewoon overal. Ik hield me van niks weg. Ik ging gewoon naar alle feestjes en doe maar op. Ik heb altijd vrienden gehad, altijd. En met een heleboel ging ik echt 2, 3, 4 jaar lang, elke dag mee om. Maar ze willen dat ik de whistleblower ben, omdat ze weten dat ik de bescherming heb. Dat ik de knowledge heb wat tot agent gaat. En de informatie die bij mij komt, ga je niet zomaar in de boeken vinden. Ja, sommige dingen misschien wel, maar... daar is het niet simpel en eenvoudig tot anderen te brengen of zo. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Het is de basis die bij iemand komt en die breidt het uit, maar die uitbreiding klopt niet. Zit misleiding in, zit verwarring in, zit expres. En sommige dingen doet alleen wat bij een initiation, bij iemand die door initiations heen gaat. En de rest die zien het, die denken er iets van, die voelen er iets van. Maar het is geen alchemie wat er aan het plaatsvindt. Er is geen zink wat er plaatsvindt. Geen resonantie. Geen synchronisaties. En er is niet een beeld aan het ontstaan. Zo op de vierde retina naar je beeldscherm toe. Het is niet dat er bepaalde sensaties. Maar al die spelletjes. Ze horen al lang al met onderhandelingen bezig te zijn. Er wordt al lang al ingegrepen te worden op de 30 plus wetten die overtreden zijn. We hebben niet voor niks het wonen in een rechtsstaat. En het wetboek waar de straffen al in zijn, staan wanneer die overtreden worden. Alleen cyberpesten is al strafbaar. Gangstalk is daarmee zeker strafbaar. Fraude, identiteitsfraude... zeker strafbaar. Paspoort stelen is daarmee dus ook strafbaar. Post stelen is ook strafbaar. Zelfs al komt post op een verkeerd adres, mag diegene niet openmaken, want anders is het strafbaar. En die hoort dat de post of in de rode brievenbus te gooien, met streep door het adres, verkeerd adres, om te hopen dat het op het goede adres komt. Of gewoon langs te brengen. Maar ze zijn informatie aan het tegenhouden. Een heleboel informatie wat sealed is, zou bescherming voor mij moeten zijn. En niet voor de smerigheid. Maar ze misbruiken dat. Dit is niet zomaar hacken. Het is niet alleen dat ik gehackt ben. En ondertussen zijn ze ook nog persoonlijke informatie, wat ze gewoon van familie krijgen. Er wordt een heleboel verstopt. Het is niet alleen deze rituelen in de initiations waar ik als kind al erin gegaan ben. Ze zijn een erfenis aan het spelen. Dat is waarom ze mij op hebben gegeven, zo binnen die cult. En dat is waarom ze mij in dit programma hebben gegooid. Doen alsof dingen met de coronademonstraties en zo te maken hebben. Daarom zijn ze mij in gevaar aan het brengen. Daarom zijn ze met van alles bezig om een ongeloofwaardigheid te creëren. Daarom zijn ze een heleboel mensen erbij aan het zuigen, die dus iets op een kerfstok nemen, waardoor ze moeten blijven zwijgen. Kunnen ze een soort van gechanteerd worden. Maar als kind ben ik hier allemaal doorheen gegaan. En daarna hebben ze een destiny swap gedaan. Daarvan profiteren ze en alles wat hier dus bij betrokken is, is blijkbaar gewoon nog geld aan het krijgen daarbij ook. En geld aan het krijgen van de erfenis die ze van mij gestolen hebben. Mijn geboorterecht is gestolen. Dus de inside job die bezig is, is om dat te verstoppen. Omdat de mensen bij hun binnen zijn gekomen. In hun groep, in hun industrie, in hun cult, secret society. Die daar dus alleen maar gekomen zijn door te liegen, te vals spelen en te stelen. En dat nu allemaal weer herhalen. Want ze willen niet de plek weggedaan worden waar ze niet horen. En dat is waarom ze volop in mijn energie moeten blijven hangen. Dachten dat ze mij waren.
nu mij willen zijn, omdat ze weten dat ik op die plek hoor.